hallo Frits Deurlo. Edwin. Hoe is het? Goed. Ja. En nou ken ik jou uit de kroeg, ik ken je van de voetbal, ik ken je van alles van je dochters. Juist. Maar nu staan we bij Luminlets, het voormalige Vitriet. Ik zeg altijd nog Vitriet, want dat is toch een soort... Voor iedereen bekend. Begrip. Ja, juist. En we staan hier nu ook in een soort het museum van het bedrijf. Hè, het is gewoon een hele lange geschiedenis. Maar als jij nou eens even, wat doe jij bij Luminlets en hoe lang werk jij er al? Ik werk hier sinds 84. Dat is al heel lang, zeg. Dat is al heel lang. En ik heb verschillende functies gehad, maar op het ogenblik werk ik binnen logistiek. Dus ik doe de verzendingen, inboeken van goederen, uitboeken van goederen, factureren. Allerlei soorten werkzaamheden. Alles wat met logistiek te maken dat... Maar dat is vooral administratief werk? Nee, ook gewoon wagens leegrijden. Oh, dat doe je ook allemaal. Een soort magazijnbeheer en... De hele ruimte meteen. Ja. En je werkt hier nog steeds naar je zin, neem ik aan, als je er al zo lang zit? Ja. Ben jij dan ook een oud-gediende of heb je nog veel mensen... Nou, er zijn er wel meerdere hoor, want de gemiddelde leeftijd is hier erg hoog. Ja. Dus, ja, dat zegt ook wel wat, dat mensen zijn er weinig verloop. Ik hoor het altijd hè, 40 jaar in dienst, 30 jaar. We hebben dit jaar geloof ik iets van 4 of 5 40-jarige jubilarissen. Ja, maar in 83 jaar, dan zit jij bijna op... Bijna, nog een jaartje of 4. Ja. Hey, maar dan heb jij dus nog wel de tijd aan de meis bij, zo noemen dat. Maar heb jij ook, dus ook nog meegemaakt? Heb ik ook nog gewerkt, klopt. Ik heb nog op Vitriet 1 gewerkt. We hadden Vitriet 1 en Vitriet 2. Hè. Dat is waar, ja. Dit was Vitriet 2 en op de maisbij was Vitriet 1. Maar er is wel veel veranderd, hè? Want er was vroeger een tijd dat het vooral waren het lampenvoetjes die gemaakt werden. En nu is dat allemaal anders, toch? Het is nu, we maken nog steeds lampvoeten, maar dan alleen puur voor automotive. Dus voor automobielindustrie. Ja, precies. Dus we maken lampvoeten voor voorlampen, achterlampen. En worden er nog andere dingen gemaakt of is dat vooral het product? Dat is vooral het product. We zijn vooral op automotive gericht. Nou, okay. En we zijn nu een beetje in de lab-business bezig om heatsinks daarvoor te maken. Warmteafdracht toestanden. Daar loopt nou het eerste stempel loopt daarop aan. Ja. Is, en misschien een hele stomme vraag, maar heeft Luminlets nou eigenlijk nog wat te maken met Philips? Of is dat nog steeds? Nog steeds. Het is zo, Philips is nog 20% eigenaar van Luminlets. Okay. En die andere 80% is private equity. Ja. Dus, maar goed, Middelburg als een van de vestigingsplaatsen is gewoon gebleven. Dus dat zit wel snor. En dat is voorlopig ook zitten daar geen andere plannen in. Laten we hopen op niet. Nee, laten we hopen we niet. Nou, dat is heel mooi. Dan gaan we eens even kijken, Frits. Ja. Laat me zien wat ik mag zien. En, dit zijn, wat hier zit aan producten, dat zijn allemaal oude producten die we vroeger gemaakt hebben. Nog in het glastijdperk. Dus die... Ja, misschien kan je het zien, dat zwarte, dat is glas. Zo bedoel je het. Dat is glas. Ja, dat is al even geleden. Dat is even geleden. Wat is dat? Zit die grote pijpen nog niet eens bij? Nee. Maar daar nog? De toren. De toren, ja precies, juist. Daar zie je hem. Ja, ik heb nog zelf ook in de toren gewerkt. Oh ja? Ja. Wat was dat dan vroeger? Want eigenlijk was dat de glasfabriek. Oh ja? Ja. Oh, dat wist ik ook helemaal niet. Daar stonden grote bunkers in, met retourglas. En we hebben heel veel milieuglas verwerkt. Hè? Dus van de gemeente, alle mensen die lege flessen in de container gooiden. Dat kwam. Dat ging daar naartoe? Dat kwam daar. Oh, ja. En we zijn, en Heineken hadden we ook wat mee. Oh ja. Dus er kwamen we containers bij Heineken naar binnen. Leeg natuurlijk. Niet allemaal leeg. Ja, dat is toch gek. En dit is ook een gave print. Dit is aangeboden door het personeel. Ja, dat is mooi. Het heeft altijd in het VOC-gebouw hangen, hè, wat je daar ziet. 50 jaar, dat was al in 1943, bestond het al 50 jaar. Ja. Kan je nagaan, hè? Hier werk jij ook? Ja, het kantoor is daar beneden. Dit noemen we eigenlijk de dieptrek-afdeling. De dieptrek-afdeling. Dat zijn we die dingen dat we doen. Ja. Maar het is inderdaad, er staan veel grote machines, maar je hebt eigenlijk maar een paar mensen nodig die het hoeven te bedienen hier. Normaal, als je alles draait, heb je totaal 3 man nodig. Ja. Al die robots daarnet, ik zag maar 2 mensen rondlopen in die hal. In totaal zitten er 12 mensen in de proef. Oké. 12 man, waarvan 2 onderhoudsmonteurs en de rest is bediende personeel. En daar moet je het mee doen.
Dus als alles draait, dan heb je de 12 man nodig. Ja, want je zit te zeggen, inderdaad, je maakt zelf de ringen, maar dat wordt ook weer automatisch aangevoerd. Ja. Die robots, en die doen het in hoog tempo ook nog, hè? Hoog tempo, ja. Nee, we kwamen nou net voor cijfer bij dat ene ding, hoeveel miljoen kon je in een jaar 70. maken? 70 miljoen, ja, dat is buitengewoon. Dit is ook de oude vitriet, maar het ziet er allemaal gewoon uit alsof het nog helemaal niet oud is. Maar je zei ook, ze hebben de vloeren vernieuwd. Ja, dit zijn van de gietvloeren. Ja. Dus deze ligt er nog maar 2 jaar of zo. De mensen ook zelf om eigen machinebeheer. Onze lean-gedachte. Dus lean. We zijn hier helemaal op de lean-tour. Ja, dat woord heb ik wel eens gehoord, maar dat zoek ik nog wel eens op. Lean. Lean. Smart en lean. Lean. Ja, nou heel goed. Dankjewel. We zullen zo even nog... naar het grote lean-bord gaan. Oké, dat is heel goed. Dit was vroeger de voormalige... Sorteerafdeling. Dus hoe zag dat eruit? Er stonden hier allemaal banden. En er zaten dames aan. 2 hier en 1 daar. Bovenkant bekijken, onderkant bekijken. En dat ging dan automatisch naar boven in een doodse transportsysteem. Werd boven gepelletiseerd. En daar naar het veen. En hoe lang is dat geleden dat dat verdwenen is? Dat is 2004 verdwenen. Maar het is op het moment is het ook wel wat rustiger in de auto-industrie. Dus jullie productie is lager dan normaal gesproken. Ja, absoluut. Wat? 30% lager. Zo, dat is echt best wel fors. En maar leveren jullie nou ook rechtstreeks aan alle merken, van Mercedes tot Renault? Of hoe gaat dat? Er zit er tussen allemaal tussen. Oké. Dus er zit nog een setmaker tussen. De bekende Bosch setmaker. Zo heb je er nog een paar wereldwijd. Wij leveren natuurlijk aan een Lumileds fabriek die de lamp maakt. Dus er komt nog een, die zetten het lampje erboven. Ja. En die leveren weer aan de setmaker. Precies, en die verdeelt het weer over alle automerken. Maar weet je wat ik zo'n irritant lampje vind op de weg? Dat zijn die hele blauwe koplampen die zo in je gezicht altijd schijnen. Xenon. Oh, Xenon. Maar daar zijn jullie niet bij betrokken toch, hè? Die moeten van de weg. We maken Xenon. Maar... Oké, dat wel. Ja, Frits, dit zijn die lijnen waar vroeger dan die karretjes over reden. Ja. Dat kan ik me dus echt nog herinneren. Dat was ook een soort indicatielijn, of dat ging toch ook automatisch? Ja, dat ging automatisch. Maar die stuurde dan op de kleur van die... Ja. Ja, precies. Ja, ik vond dat toen ik dat voor het eerst zag, ook dat super geavanceerd. Maar dat is uit de gratie geraakt. Dus dat is uit de gratie, het systeem verouderd. Ja. Maar goed, we hebben nog een beetje historie. Ja.